Inbrekers laten geen briefje achter als een huis goed beveiligd is. Dat ze een duurtje verder zijn gegaan. Dus als bewoner heb je vaak heel weinig idee wat de waarde is van preventie. Want je bent er al snel een paar honderd euro aan kwijt om je huis goed te beveiligen. En je zal eigenlijk nooit te weten komen of dat de moeite waard is. In die zin is inbraakpreventie te vergelijken met vitaminesupplementen. Kijk, de basis van het Nederlands inbraakpreventiebeleid is gezond. Hè. We hebben aan de ene kant een landelijk keurmerk. Hè, een duidelijk gedefinieerd keurmerk wat aangeeft waaraan een inbraak veilige woning moet voldoen. En daarnaast hebben wij ook wat verplichtingen in het bouwbesluit. Hè. Een nieuwbouwwoning moet ook aan bepaalde minimum eisen voldoen. Hè. De kozijnen, het sloten op de voordeuren, ramen, etc. Maar het kabinet laat duidelijk kansen liggen hier. Allereerst is het zo dat het keurmerk veilig wonen nog vrij weinig wordt gebruikt. Hè. Dus dat zou veel sterker kunnen worden gestimuleerd door de gemeente. En daarnaast is het zo dat het bouwbesluit, dat geldt alleen nieuwbouwwoningen. Hè. Dus dat gaat heel traag. Hè. Het bouwbesluit is van 1999, hè, waarin dus die inbraakwerende eisen zijn opgenomen. Ja, op dit moment is minder dan 10% van de woningen voldoet daaraan. Hè. Dus als we echte slagen willen maken, dan moeten we kijken naar de sociale huurwoningen. En een mooi moment dan is de renovatie daarvan. Want op dat moment, als die woningen worden gerenoveerd, kan je relatief goedkoop inbraakpreventiemaatregelen meenemen. Dus niet alleen het fonteintje en de verlichting en de kozijntjes, maar ook gewoon de sloten, hangersluitwerk meenemen. En dan, dat zal veel verschil maken, omdat 1 op de 3 woningen in Nederland sociale huur is en huurders bij uitstek een groep zijn die over het algemeen vrij weinig aan preventie doen. Nou, nu is het zo belangrijk omdat het kabinet heeft zich ook een doelstelling gesteld. Hè, 30% minder inbraken tussen 2013 en 2017. Dus plotseling heeft het alle aandacht in Den Haag en vervolgens ook in de gemeente. Maar los daarvan is het belangrijk omdat bewoners zelf vaak onvoldoende aan preventie doen. Als je kijkt hoe inbraken worden gepleegd, dan zie je vaak dat een groot deel van die inbraken een kwestie van binnenlopen is bij je. Dus dat de inbreker staat vaak sneller binnen dan de bewoner zelf. En een reden daarvoor is dat mensen toch vaak een zelfcontroleprobleem hebben. Mensen weten wel dat het belangrijk is, maar nu heb je haast, dus waarom zou je al die deuren dicht doen en waarom zou je die laptop niet voor het raam laten en die balkondeur open laten op een warme dag is toch ook wel zo makkelijk. Hè? Dus mensen weten wel dat het belangrijk is, maar in de praktijk zie je dat de preventiemaatregelen vaak niet op nummer 1 komen. Is het ook niet een kwestie van onderschatting? Ja, er zijn zeker groepen waarvan je weet dat ze het inbraakrisico onderschatten. Dat geldt bijvoorbeeld recent verhuisden. De reden is dat mensen vrij sterk afgaan op een lokale indruk en ervaring met het inbraakrisico. Hè. De verhalen die ze horen van buren, dingen die ze lezen in het lokale blaadje, etc. Als je daar net bent komen wonen, dan heb je nog weinig indruk en ervaringen van inbraak in die nieuwe wijk. En je ziet dus dat mensen vergeleken met de bestaande woners het inbraakrisico fors onderschatten. En dat kost wel 10 jaar voordat dat verschil in inschatting van inbraakrisico is ingelopen. En in al die tijd leven dus mensen volgens het idee dat het met die inbraak wel meevalt in die wijk. Dus dat is een andere reden waarom mensen te weinig aan de preventie doen. Gaat veel geld kosten? Dat valt wel mee. Inbraak is een zeldzaam delict. Hè? Want per jaar gemiddeld genomen wordt ongeveer 1 à 2% van de Nederlanders slachtoffer van een succesvolle inbraak. Je zal een hoop woningen moeten beveiligen voordat je duidelijke effecten ziet. Maar als je kijkt naar de kosten en baten, dan zie je duidelijk dat het wel de kosten waard is. Hè. Dus uit een eerdere studie heb ik gezien dat het ongeveer 1900 euro kost om 1 inbraak te voorkomen. Terwijl de maatschappelijke kosten van de inbraak zijn duidelijk veel hoger dan dat. En dan heb ik het dus over de directe schade van de inbraak. Je moet er ook verzekeringspremie over betalen natuurlijk. Ook over dat deel wat je vergoed krijgt. Maar daarnaast, en veel belangrijker, is eigenlijk alle angst en ellende die een inbraak met zich meebrengt. Dus dat alles bij elkaar is dat veel meer dan die 1900 euro. Dus het is gewoon een goede deal.